Mag ik hier zitten? Shoot. Ik ben de Jordi. Ik ben 22 jaar. Ik kom uit Kesseloo, juist op het station van Leuven. En ik ben commercieel adviseur in Telnetsoep op de Bondgenotenlaan. Dat vrouwke van de Ribben van Gucht, die Blanka Vlasic, die is van de ene dag op de andere, hè, is die milf geworden. Alhoewel, een dikke proficiat van het Leuven. Alhoewel, moet je niet lang over nadenken. Michael van Turnhout, Europees kampioen veldrijden. Was erbij, hè? De zondag. In Namen. Hé, hey, in Namen, hè? Er waren daar twee helden, hè? Die niet te stoppen waren. Geen rem op, hè? Van Turnhout en de Jordi. Gevolg. Van Turnhout, Europees kampioen. En de Jordi. Heel de rotte van de zwikken ondergespaard. Maar wel die acht mannen, hè, de vorige week in het programma hebben staan strippen op hun puren, tot op hun blakken. Niets moet dat. Acht blote venten. Ja, maar acht, hè. Ik moet het niet zien, jong. En geen vrouw bij. In deze tijd, hé, hey boys, tricky. Vrouwen willen toch ook geen prostaatkanker? Wat heeft mij bang gemaakt? De bekendmaking van de kandidaten van Eurosong. Was dying. De man van de week. Zeker niet de Bart Kannaerts. 1. Hij wint de slimste mensen niet. Loop. En 2. Je kunt er niet meer lachen. Echt waar. Niet lachen, hè. Geen humor, hè. Ik kom die tegen in de pakking van tot duizend eronder. Ik zie die binnenrijden, hè. Ik zie dat, want uit de Jordi gaat er naartoe. Shit, rietje open, spel eruit. Hop, volle bak op die klink. Hè. Die komt erbij en zegt, hey, wat is deze? Ik zeg, wat is deze? Ik zeg, 11 stellas en 5 vleugels op een klink. Ha, ik begin te lachen, hè. Die, zo bakken ze. Niks, hè. Niks, hè. Zeg, los luiven ze humor. Trend van de week, dat een software duurder is geworden. Maar de Jordi heeft dan een truc voor. Dubbel zo hard rijden. Zit je minder lang in de auto en minder loft verbruiken. Hela, zeg. Hou het buigen, krijg het van de Jordi. Oep. Dat Della Leijers ja heeft gezegd op de huwelijksaanzoek van de Rik Verheijen. Allee, kom aan. Hela, hé, hey, put. Rik Verheijen. Wat kan die, jong? Wat typisch doen? Hallo? Hé, hey, 1996 heb je gebeld. De Chris van den Durper wil zijn typisch terug. Met die kinderen van Dina Tersago, hey, die hebben niks gekregen voor Sinterklaas. Hé, hey, 6 december, trippel, trippel, de trap af in hun pyjama en dan? Nougatbollen, hè? Ja, maar, allee, nee, geen nougatbollen, hè? Niks, hè? Wel, ik wens dat Diana van Blind Getrouwd, dat hij deze weekend de Jordi een keer tegenkomt. Want alles wat die Christian niet heeft, heeft de Jordi op overschot. Diana, ik wil wel een keer uw rager en dominante man zijn, die uw bed smijt en uw pyjama kapot trekt. Kapot, hè! De voorbije week, in één woord, geen rem. Yo, Red Devils, ze beet oefenmatchje tegen Egypte. Alhoewel, bij deze wens de Jordi jullie officieel veel succes vanwege alle Leuvenaars. Het is tegen Egypte, dus als ze beet 11 mummies op een veld staan, dan gaat dat wel heel ingewikkeld zijn. Hey, Adam, eep, moepje daarbij, je krijgt het van de Jordi. Dos Leuvense nummer. Oké, okay. Ik ben er klaar voor. Ready? Ik ben nog altijd de Jordi, ik ben altijd 22 jaar, ik kom altijd uit Kesseloo en ik ben commercieel adviseur in het Telnetcenter op de Bondgenotenlaan. Maar dat is op deze moment gesloten vanwege verbouwing. Op de 9 december zijn we terug. Hoppé! Hoop! Voor mij, prestatie van de week, dat is dat filmpje dat de koning de duivel traint. Heb je dat gezien? Echt waar. Epic, hè. Kapot, hè. Dat is echt zo van devil's time. Hey. Volgens mijn boekje moet je daar zijn, Kevin. Echt waar. En dan dat hij twee keer met een trossaar. Echt waar. Goed, hè. Kapot, hè. De flipper moet mee naar Qatar. Slechter dan de Martinez kan het niet, hè. Wat heeft mij blij gemaakt? Jelieke van de Steen terug op de televisie. 4 keer per week. 4 weken aan een stuk. Zeg maar zeker dat de Jordi geen één van die 18 afleveringen mist.
Dat hij in zijn doek weer even in jullie ziet te stinken. Moet jij een tijd zo doen voor het programma te kunnen uitzien? Alhoewel dat een onderwerp de Rajan Angolan gaat laten gaan. Dat wil zeggen dat de weg naar een OHL open ligt. Hier, dus Raja, nu dat een Antwerp u niet meer moet, weet dan heel goed dat je heel welkom bent met een OHL. Want daar begin je te zalen, ga ik hem van een vijpertikt of 100 per uur uit op de Ring van Leuven. Dus ik zeg, hashtag Raja naar OHL. Sweet Caroline. Hop, pieken op veld, je was niet. Nieuwsfeit van de week. Dat Diana van Blind Getrouwd officieel available is. Dankjewel, dikke merci Christian. Zeg Jana, als je een keer met mij mee naar de Caraman wilt, bel me dan 0475-3521-5. En ik heb al een pyjama voor je gekocht, maar die ga je niet lang aan hebben. Rakketakketak. Trend van de week is dat ze weer van die match hebben stilgelegd, maar van dat vuurwerk op dat veld. Hé, maar echt waar, vuurwerk is toch plezant, jong. Je moet wel niet op het veld smijten. Ik heb het ook eens gehad, zo, echt per ongeluk een vuurpijl op het veld gesmijten. Dus ik pak een vuurpijl, ik steek die aan, ik mik naar dat vak van die kakkers van Mechelen. Hè. Ik smijt tegenwind, los met een vuurpijl in de 16. Matchje stilgelegd, wordt in deze niet gepakt. Hè. De voorbije week, in één woord, voor mij persoonlijk, geen uitknop. Het grappigste moment van de week, die Belgische supporters in Qatar. En ze vragen eraan, number one Belgian player. En wat wil die zeggen? Vincent Kompany. Hé, hey, hallo, die shot wil niet meer, hè? Vincent Kompany. Dus ik heb dat gevraagd, wie heeft de chicste booster van je Leuven? En ze dan zeggen, sorry, nee, ik denk het niet. Ik heb die 3 jaar geleden verkocht. Wel spijt van ze, echt waar. Hè. Ik had al die cilinders uitgebouwd, polinipijp erop. Dus die wilde veel waard. Nu, hè? Ik kan hem van de Kompany niet zien. Vrouw van de week, wel dat zijn voor mij 2 opties. De eerste, Taylor Swift, want jij 4 MTV Awards gewonnen. 4, hè? Dus Taylor, dikke proficiat van het Leuven. En die andere, dat is Joyce van de Nissieper, Excellentische Straat in Leuven. We hebben die 2 vrouwen met elkaar gemeen, alhoewel die staan elegant van boven op de Jordi's to-do-lijst. Eep. Alex Agnew en Fear Factor. Echt waar, ik zie grote filmen aan. Ik zie echt waar, topcomedian, kapot lachen. Hè. Maar in die Fear Factor, geen eigen laatje. Geen één, hè. Je ziet gelijk, kom aan, jongen. Er zijn lasers. Ze elektrische sokken. Ze onder water. Blub, 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 blub. Wel, gemiste kans, Alex. Volgende week beter. Man van de week, dat is zeker niet die Poetin, die moet je niet tegenkomen. Als ik die tegenkom, zaterdagavond in de Caraman, ik zweer het u, een glas hè, recht erin. Hè. Yep, daar wordt er zo niet schijnt. Dan gaan ze serieus moeten trekken in de Gastensberg, omdat dat eruit aan zijn maat. We moeten wel de glazen terugbrengen, want dan wordt onder lopende band gepikt hè, in de Caraman. Dat je loopt het kotsmugen. Dat is altijd pikken. Niet terugbrengen, hè. Niet, hè. Ik wens een omstring van de Romelu Lukaku even beterschap toe. Van het Leuven. Gauw een tip. Reflex spray. Daarna moet wel hier in de oog blijven. Wat is dat, jong? Wow, man. De branding, de branding. De jury heeft een proper hemmeken aan. En een vest en t-shirt. Om te beginnen, Ise. De jury en een band, one love. Wat gaan we doen, FIFA? Wat gaan we doen? Me geel geven? Geef me dan geel, hè? Hé, hey, die infantiele, als ik die tegenkom in Leuven, die in de kop voor een matrak op te roderen, hè, jong. Als ik die in de karamel tegenkom, is hè, hop, de koeper tegen een vrijter, het zal opgedaan zijn. Dan zit hij van een keer in ticht alle kleuren van de regenboog. Allemaal, hè? De honden van K3 bevallen is. Dat is die onder bekendgemaakt in een persbericht. Adam, persbericht. Hela, moppeke, maak ik erop. Bunk. Ja, pet, pak de motanjakke dixers. Hey, echt waar,
klasse vrouwke. Maar dat gaat maar niet meer uiteraard tot 2120, hè. 100 jaar, put. Dus, Tanja, als je deze ziet, ik wil me officieel kandidaat stellen om u rond te rijden voor de volgende 100 jaar. En dan ga ik een goed zien van naar de zaren te gaan. Of als schep snoep wil scoren in het kruidvat. Of je keer samen met mij volledig pottendarm dicht te zuipen. Dan moet je mij bellen, want ik ben een chauffeur. Maar een moteur staat al. Show. Vrim, vrim. Trend van de week dat al die matchen op WK 100 minuten duren, mijn kans. Hé, hey, 100 minuten, hè. Soms langer, hè, put. Maar dat is in Qatar, hè. Dat zal zijn met dat tijdverschil. De voorbije week in één woord. Thibaut Courtois. Non passeron. Oh my put. Wat was deze, jong? Loser van het weekend. Hallo, Batshuayi. Hey, put. Die kan niks doen met die voorzitter. Echt waar. Moet niks, hè. Als je die op zaterdagavond in de Karimaan zit en je zit daar Shelley van de Kastelen voor met 10 kabels in de kloten, kan die nog niet scoren, hè. Niks, hè. De cross gisteren in Ulst. Ik was erbij, hè. Hey, dat is topsport, hè, put. Dat is off-scene, hè. Dat is volle gaas, alles geven, door de muis, op je bakjes en venaren. 10 rondjes op een uur. Een uur, hè. En ondertussen is die koers ook bezig, hè. Van der Poel is gewonnen, maar dat hebben ze me achteraf moeten vertellen, want ik was er niet meer bij. BB was out of office. Zet het maar op de voicemail. De vrijdag zijn we begonnen gelijk dat we elke vrijdag beginnen. Riepjes in de Wolfgang in de Tiense straat. 12 latten. Dat is maar een kort, hè. 12 put. Eep. En dan zijn we poelijke gaan leggen in Duitsland Jack in de Parkstraat. En daarna, met de zieken in de wieken, naar Antwerpen gebold. Want nu dat hij in Astin Gemana in Qatar zit, hè, loopt die Lise Verein daar vrij rond. Eep. Ik heb hem nog niet gevonden, maar Lise, als je deze ziet en je wil een keer echt uitgaan, hè, bel me 047-535-21-5. Want de Jordi is single en ready to mingle. Voorbije weekend in één woord. Martinez buiten. Salut. Doe de groeten thuis. Oeh, niet goed, hè. Hé. Hey. Deze nacht komen er uit Duivestug naar huis. Ze landen in Zaventem met een ijzeren vogel. Als de billetjes en tarmac raken, is terug realiteit. Zeg, hé, hey, poet, dat die hun eigen niet nog durven laten zien. Als ik van hun was geweest, Qatar gebleven. Eep. Nieuwsfeit van de week, die rellen in Brussel. Was dat, jong? Ze hadden een auto op zijn kop gelegd. Een deelauto. Ik snap dat niet, hè. Waarom zouden zoiets doen? Echt, een auto delen. Hé, hey, in mijn fiesta komt er niemand in, toch niet achter het stuur. Op de achterbank, dat is iets anders. Een fiesta. Die vrouwelijke scheidsrechter op het WK. Hé, hey, die Française, dat is de eerste vrouwelijke scheidsrechter op het WK. Hè. Dat is ongeveer, dat is een wereldprimeur, hè. Hé, hey, en die heeft dat goed gedaan, hè, in die grote, harde mannenwereld. Je ziet dat een vrouw dat ook kan, hè. Geen in ene keer heeft die buitenspel gelopen. Geen in ene keer, hè. Ze gaan weer prijzen uitdelen voor tv-programma's en presentatoren. Moet dat? En heb je die naam gehoord? De Kastaars. Dat is precies de naam van een kindercrash. Wat kun je winnen? Een ketnutkroket? Oh wel, de Jordi heeft ook een voorstel. De Gouden Rakkertjes. Oh my put, en dan met ons belastingsgeld. De Jordi is ready. Vraag maar raak. Eep. Het grootste moment van het weekend. Oh wel, de Jordi is aan een kerstboom al gezet. Hij is er rap bij. De Jordi piekt vroeg. En dat is elk jaar zo, hè. Begin december zitten ze in de Bondgenotenlaan voor elke winkel een boom. En de nacht erop gaat de Jordi er een uitkiezen. Dus dank u wel, tot leven. En sorry aan de mannen van de Fnac, dat ze ballen hebben. Lieseke Verein, want Lieseke Verein heeft gereageerd. De vis heeft gebeten, de dobber heeft gebougeerd. En ze heeft geschreven, Jordi, geil een boek. En dan als er niet een Jemaan heeft eronder gezet, oké, dus we mogen. Wat pijzen, Lieseke, vanavond een stap gezet in Antwerpen tegen 8 uur om de zo. Want deze tijger zal er ook zijn.
Hij heeft fameus honger. TV-moment van het weekend. Al wil ik hem gisteren een stukje uitgesteld gezien van een SOS Piet. Hey put, die maakt het altijd zo moeilijk, dat is toch nergens voor nodig? Als je goed wilt eten, dan zal de Jordi u een keer ziet leren. Ten eerste, je gaat naar de Alibaba aan de markt. Ten tweede, je bestelt een kebab zonder grinsels, maar met extra leuksaus. En ten derde, je eet hem op. En een dag daarna, vanaar, maar met samurai saus. En nog een tip voor vanavond. Zet de schoentjes maar klaar, want voor alle vrouwtjes die braaf zijn geweest, die krijgen van mij een marsepane Jordi. En voor alle vrouwtjes die stout zijn geweest, die krijgen er misschien wel twee. Zie eens, komt de Jordi het leven weer aan. Hey, Jans van Geel, 38 jaar. Meer. Dikke proficiat, de kameraad. We missen jou hier in Leuven. Want dat is uw naam, dat is van hier, hè, die Jonas. Zeg, kom terug als Antwerpen buiten, want dat is die kaart veranderd op de bondgenotenlaan. Kunnen nu gewoon lezen shooten, hè, in de lezen 3000. Gewoon een pikje drinken in de spoor, hè. Of gewoon niet gaan eten met die Griek. Maar ga betalen, kameraad. Weet. Elke vraag in een vuissen t-shirt. Is vaak van het weekend, ja, de Argentinië wereldkampioen is geworden. Hey, dat is voor de boempa Messi, goed hè jong? He's going out with a bang. Hey, Messi, amigos, si quieres una buena cerveza, bienvenido en el viejo mercado en el Caremón. Hay muchas chicas calientes con Shelly y Joyce van de NC Paris XL. En ook nog een hele vroege, Feliz Navidad. Olé! Wel die protestactie van dat flikker, die mannen gaan een maand geen boetes geven. En de Jordi is solidair. Dus ik heb hem serieus mijn steentje bijgedragen deze weekend voor de mannen. Zonder gordel, al sms'end, tegen 120 over de kleine ding van Leuven gescheest. 20 keren door het rood en 67 keren geflitst. En dat allemaal uit respect voor de arm der wet. Jappa! Goocheling van het weekend op als een zaterdag ging met de svekken naar de cross. Ik doe mijn boeten aan, ik tik dat in de wees. 12 uur. Vol di sole. Hey, vol di sole is in Italië. 12 uur, put. Ik zeg, svekken, deze gaan we niet doen. Dus jullie hebben een beter idee. Jazeker. We zijn onze sparren gereden, twee bakken stella gekocht en ons potten toegezopen in een wijnerend. Schitterende cross. Ja. De jury heeft zijn kandidatuur ingestuurd voor Neven Bonskuits. Dat staat gewoon online op het internet. En de jury checks al de boxes. Alles wat ze nodig hebben voor een goede winnaar. Isse, internationale ervaring. Check. Al 3 keer Gerzonissels. Voetbaltactische kennis. Check. FIFA 22. Hardcore. Persoonlijke skills. Dat weet ik niet wat ze daarmee bedoelen. En dan hier. Ze is ook een seriële winnaar. Dat is een triple check, vraagt dan maar aan Shelley van de Caremo. Want de Jordi is een goalgetter. Hashtag Jordi Verbondscoach. Shoot. De Zillion. Ik weet dat dat een film is, hè. Ik heb die 8 keer gezien. Dus voor mij is dat een serie. Mannen van het jaar, Dimitri Vegas en Like Mike. Mannen gewoon een helden zijn dat, hè. Helden, hè. Ik heb daar wel eens iets mee voor gehad, zat in een auto. En iemand die een schijven passeert op RGRFM, dus ik zin aan het gaan, hè. Het waren mijn parkeersensoren. Knal. Zo'n kap in mijn barsjok, hè. Hey, merci, hè, Dimitri en Like. Cultureel hoogtepunt van 22. Ex on the beach, double dutch. Onder het Sheeran, dat gezien dat film dat hij gaan eten is in de jail. Hey put, dat is wel een restaurant, dub. Als mijn moeder dat was bij geweest, was die waar geweest. Zwijgen en eten, hey. Uit de Sheeran, gedonderd en man hier, vlakante jong. De trend van 2022, de klimaatopwarming. Amai man, wat was dat deze zomer? Hey, ik heb gezweet, maar... Gezweet, gelijk een hond, hè. Moest ik elke week een vest en t-shirt aan doen. Elke week, hè. En ons mama wassen. Dier van het jaar. Kippenspiet.
Dat je nooit 3 ballonnen lachgas moet doen aan 15 vleugels. Was dat jong? Hé, put. Dat is gelijk Schweppes op Baileys. Dat is even niet meer hier, hè. Klik, klik, uit. Kom hier, dond. Hé, hey, hallo. Die muziek is van een hond. Maar wat een lekker mieken is dat. Echt waar, dat is een beest, denk ik. Die bijt hem eraf en die kruipt ermee onder de kas. Nou, teruggeven, hè. Dat is van mij, hè. Yep. Het is bekendste oudejaarsavond. Voor iedereen die niet weet wat er moet doen, komt gewoon van Leuven. De Jordi gaat er een paar places te bij laten zien voor een epic oudejaarsavond. Dit is de Jordi's Epic New Year's Eve Tour 2022/2023. Jeppa! Level 1, mijn oudjaar begint dus hier in de Café Speur met de spekken, de makken, de krakken, de zoeken en de witte Pascal. Hier leggen we onze poets samen, elk 50 euro. En door deze plateauken met boerikjes is besteld. Keelikken open, ingaan. De noemt de klos. Om 7 uur afspraak met de maten in een duimpje en check voor de poelik en ons vaste tafel en operatief. 6 vodka Red Bull en een portie warm gewenkt. Schoen. Pilum half 9. De Wolfgang. Riep ik eens een volonté. En geen leuk thuis pakken, want later op de avond gaat er nog gekust worden. Met de tong. Jazeker. En dan tegen 10:45 een klein pitstopje in de nachtwinkel. Voor condooms en vleugels uit het vuistje. En dan richting Doof met Verlevel 2. Woep woep. Tegen 10:55 even terugkomen, want ik vergeet hier altijd mijn portefeuille. Level 2. En de Carrément. Turbo op, tweede vitesse, ingaan. 10 seconden voor 12 beginnen we af te tellen van 10 tot 0 en dan elkaar een gelukkige nieuwjaar wensen. 3 kiezen voor de meekjes en bij de maat is het gewoon een gelukkige poet. En hier tegen 11:45 stikt de Jordi de vuurwerk op. En deze jaar gaat het epic zijn. 12 cobras per 3 in elkaar geplakt en gaf wat tape. Plataat! De kassijnen toe met. En elk jaar een hele belangrijke tegen 1:30 hier in de Bordeaux. Ons Joyce van Missy Parixel een gelukkige nieuwjaar komen wensen. En een goede gezondheid en een goede lief. Dus niet die loser dat er altijd met zijn wit hemdje rondaar hangt. Merry Christmas, you filthy animal. Om 1:35 op Plotoke Stella in de Plaza naar de Kroemen. En gaan! 2:30, Alibaba time. De grote kabob en deze keer wel mijn leuk saus. Want dat is een essentiële vorm voor level 3. Danske placering, het archief. De moesbar. Die plancher gaat er niet blijven aanhangen. Café Mosee, als ik hier dan op dienen mag. Nog grap mijn droom, mijn Andalus. Of sluiten in een bierkelder. Bam, weer als de boemen vallen. En dan tegen 8:00 afronden bij de Kenin. Akkergraak en anders Gasthuisberg voor het maagske leeg te pompen. En een dag daarna, de 1 januari... Wanneer! $600 million you made in your career. Hallo, is de Jordi hier, elegans vanuit Leuven. Leuven! Zeg, het is bekans voor het gala van de gouden patta, de gouden schoen. En we zijn er helemaal klaar voor met de makken, de svekken en trieken en de witte Pascal in Café Speur. Groot scherm, potten leggen en willen spelen, de gouden schoen. Bingo! Rakatakatak. Elke keer dat de naam OHL valt, een Stella, Atfundum, keelijken open, ingaan. Elke keer als we over zulte waren hebben gaan, een platte brukjes. Horen wel een race in Genk, een blauwe chimé van het vat. Horen wel een Noah Lang, een Brugse zot, retteketet. Horen wel een ander licht, een Karapils. En elke keer als er een scheidsrechter in beeld komt, een fluitje, het fundum. Allee, als het mag van de VAR. Post wel op, want zijn bingo, dat kan van meus scheef gaan. We hadden wel afgesproken dat je een latvoendum drinkt elke keer dat hij zelf een pas achteruit gaf. Ja, pat. Zonder een dag zwakker geworden in het Gasthuisberg. Nog nooit zo zot geweest. Maagske leeg gepompt. Allee, de Noël Gelle mannen. Yep.